Kijk dan, we komen nog allemaal naar voren. Er is een partij nodig die snapt dat wat er ook gebeurt, welke wending die crisis ook neemt, wij er altijd voor zullen zorgen dat de rekening niet terechtkomt bij hen die het al zwaar hebben. Dat we er dus voor zorgen dat we blijven investeren in goede sociale zekerheid en goede sociale voorzieningen. Omdat dit land, wat er ook gebeurt, altijd socialer moet kunnen. Maar wat er ook nodig is, is een partij die snapt dat het geld daarvoor wel verdiend moet worden. Dat je Nederland sterker moet willen maken. En dat we dus moeten blijven investeren in ondernemerschap, in duurzame technologie, in onderwijs. Omdat Nederland niet alleen socialer, maar ook sterker moet. En wat er ook nodig is, en dat wordt het moeilijke verhaal, is een partij die snapt dat alleen een Europa wat werkt, Nederland zal laten werken. Alleen een Europa wat groeit, zal Nederland laten groeien. En ja, dan zullen we meer bevoegdheden met elkaar moeten delen dan we eigenlijk comfortabel vinden. En we krijgen niet al het geld terug wat ons was beloofd. En toch kies ik daarvoor. Omdat ik niet wil wegzakken in dat Europa waar de geschiedenis werd geschreven. Ik wil met jullie bouwen aan een Europa waar de toekomst weer wordt gemaakt. Het roer kan om. Het wordt moeilijk, maar het gaat ons lukken. Dat is het Nederland waar ik naartoe wil. Een Nederland wat socialer is, wat sterker is, wat open staat naar de wereld, wat open staat naar de toekomst toe. En dat Nederland kunnen wij nu gaan bouwen vanaf 12 september. En ik zeg u, als u nou net zo gelooft in de kracht van Nederland, als u net zo gelooft in onze idealen, in onze kracht, in onze ideeën, ga dan met mij mee. Dan gaan we vanaf 12 september een fantastisch Nederland bouwen. Op naar de overwinning.